Kijk, <laughs> ik denk dat... is your... hey, yeah. <laughs> daar hebben we mijn kleinzoon. Ja, die komt gezellig op bezoek. Ja, die komt op bezoek. Is al groot. Dus hij is vijf. Ja, dat gaat enorm om snel. Nou, het is ook wel een ventje, hoor. Ja, je begrijpt dat ik natuurlijk bevooroordeeld ben in dit, in dit verband. Uh, vijf, ja. Dus, het is wonderbaarlijk wat een kind van vijf al weet en kan. Ja. ja. En zie je iets van jezelf terug in je kleinzoon? Nee. Nee, ik was een Sloem ventje. Hij is, het, hij is het tegendeel van sloom. Ik weet wel dat mijn opa over mij zei. Ik zou toen een jaar of vier, vijf zo ongeveer deze leeftijd zijn geweest. Dat ventje is oud geboren. Dus dat geeft al een beetje aan dat ik een, een rustig beschouwelijk kind was. Ook niet vechtlustig of zo, of, of schreeuwerig. of Nou ja al die dingen die ontbraken bij mij een beetje. Maar zie je iets terug dan van een ander familielid? Want dat wordt nog wel eens gezegd, hè? dat er dan iemand anders in de familie... Nee, eigenlijk niet. Het is, het is, het is sui generis. Okay. Het is weer een heel apart, nieuw nieuwe editie. Je weet ook totaal niet hoe, hoe een kind zich zal ontwikkelen natuurlijk. Ja. ja want ook, wat, ja, dat de bekende theorie is natuurlijk dat, dat mensen af zijn als ze drie zijn of zo. Dat dan alle complexen erin zitten en de frustraties en de daar nuttig opgebouwd zijn, maar ik geloof daar geen donder van. Je kunt de loop van je leven nog aanzienlijk veranderen, qua karakter. Ja, toch zeggen ze dat je op deze leeftijd wel een beetje ziet hoe, het, hoe de vorm. Nou, heen. je ziet wel iets van basiskarakter, ja. Het is een ondernemend nieuwsgierig kind, zonder meer. En het kan ook knap lastig zijn, ook dat. Dus dat in die zin, ja, vergeet niet, ja, een klein kind, dat is de, in dit, je kinderen hebben de helft van jou, aan even ruw genetisch te werk. En dit is dan maar weer een kwart natuurlijk. Hè? Er zit drie kwart in van allerlei andere mensen, genetisch gesproken.